Maar we dan even toch terug. Hè? We gaan even terug naar gisteravond. Want er was gisteravond iemand op televisie. En dan moet ik het even overschakelen naar studio Hilversum. Ik denk studio 23, daar gaat-ie. Ja. Hallo? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Dat is de wereld draait nou door met die Jens. Dat is toch niet normaal, hè? Het is toch niet normaal, hè? Nee. Ja, we zijn ook gewoon hartstikke live, hè? We zijn hartstikke live. Ja, je hoort het, hè? Hallo, testing. Techniek staat voor niks tegenwoordig. Nee, daarom, ja. daarom. Hey Jens. Hey. Leuk dat we elkaar gaan spreken. Ik heb eens een keer een wereldberoemd persoon aan de telefoon. Ja, wereldberoemd in het ver, inderdaad. Joh. In het ver, ja. Nee. Maar, niet overdrijven. Nee, we moeten het niet overdrijven. Maar vertel, wat is er allemaal aan de hand? Je gaat tegenwoordig met Roxaan. Ja, in de band, hè. Oh, in de band. Oh. Oh. Ja, klopt. Sinds een half jaar eigenlijk zijn wij eigenlijk met Project Bongo. Dat is een bestaande band waar ik al een paar jaar in speel nu. En daar zijn we eigenlijk als complete band zijn we eigenlijk gevraagd om te begeleiden, zeg maar. Oho. Met een nieuwe album en zo en de plannen die er liggen. Dat is hartstikke leuk. Er zijn veel plannen die liggen op de plank, of? Nou ja, al die plannen komen nou eigenlijk langzaam uit. Huisbands worden van de wereld draait door. Kijk, dat zijn allemaal doelen die ze hebben gesteld. En ze wisten überhaupt eigenlijk niet wat ze moesten verwachten van de reacties en het publiek en zo, want het album is echt compleet nieuw natuurlijk. Niemand wist ook wat die kon verwachten van het album van Roxanne. Dus nee, ze heeft heel lang gewerkt. Ze heeft nou 3 jaar lang in de studio gezeten en met een heleboel mensen samengeschreven. En met Arne Krapman, echt een hele goede producer, heeft ze gewoon keihard gewerkt aan haar eigen sound, zeg maar. Ja, en wat was die sound? Ja. Toen wij eigenlijk werden gevraagd als band. Toen dachten we eigenlijk ook dat het een grapje was, want die band waar ik in speel, iedereen kent natuurlijk. Iedereen weet dat ik in de fictie speel, maar ik stond nog in een ander bandje. En daar is Project Bongo. En wij zijn meer een Engelstalige synth, 80s pop band, zeg maar. En alles door elkaar. Ja, gewoon lekker dancey en totaal niet André Hazes, zeg maar. Dus wij kregen dat bericht. En wij dachten van, ja, die lopen gewoon te kutten met ons, weet je wel. Dus in eerste instantie die eigenlijk ook niet op gereageerd. Maar dat is gewoon een grap, joh. Hoe is nou? Rustig. Toen kregen we eigenlijk een week later nog een mailtje van jongens, zal er niet onderaan reageren, weet je wel. Dus wij zeiden, is goed. Laat maar wel horen dan. En dat klonk eigenlijk kei vet. Binnen een week hadden we de eerste meeting en waren we in de studio wisten gluren naar wat we allemaal gemaakt hadden en zo. Dat klonk wel, daar hadden we wel oor naar, zeg maar. Daar hadden jullie wel oor naar, ja. Dat was gelijk Bongo klaar. Ja, dat is eigenlijk precies ook best wel een straatje waar wij in passen met die band, zeg maar. Ik vind persoonlijk ook die cd, en dat is niet om het nou zelf te promoten, maar ik vind het gewoon wel echt een hele goede cd gehoord eigenlijk. Heb ik helemaal gehoord? Ik heb hem al gehoord, ja. Ja, wat vind je ervan? Ja, lekker. Ja, toch? Ja, de nieuwe cd is wel een fikker in, toch? Met Café Kokobongo erop. Geintje natuurlijk, geintje. Die luistert lekker weg, ja, zeker. Nee, geintje, man. Nee, klinkt hartstikke lekker, man. Echt. Ja, toch? Ja, leuk. Ja, vind ik ook. Ik vind hem... Dus hij is zeker geslaagd, ja. Het is een geslaagd... Het is gewoon geslaagd? Ja, het is nieuw. Het is ook... Tenminste, ik denk dat het ook iets is wat je in Nederland nog niet hebt gehoord, zeg maar. Wel een hedendaags sausje, maar toch met een soort zwoele Nederlandstalige stem, zeg maar. Ja, dat sowieso. Dat is ik wel zeker is, ja. Maar hij komt natuurlijk heel veel sterren tegen. Maar dan zit je in één keer met de dochter van André Hazes. Ja, ja, ja,
Ja, goed, dat is ook maar een mens, toch? Ja, daarom, dat is ook weer zo. En is ook in de blote kop geboren, natuurlijk. Ja, ja, dus, ja. Ja, nee, ja, goed. Ja, nee, ja, maar... Die is ook in een blote kont geboren, ja, ja, tenminste zo zeggen we dat altijd, hè. Ja, ja, daarom. Ik denk als je daarvoor gevraagd wordt en je gaat de fanboy uithangen, dan Ben je er Enzo uit, denk ik. En, dat denk ja, ik. En ze is ook gewoon, ja, natuurlijk voor de camera, want die mensen hebben er ook allemaal training in, blijkbaar. Hoe ze op vragen moeten antwoorden en weet je wel. Ja. Want ja, tenminste, zij heeft daar zelf eigenlijk ook niet voor gekozen natuurlijk, dat ze een BN'er is eigenlijk. Nee, dat is ook zo. Dus daar, ja, ja, ze is gewoon zelf naast de camera, is echt super aardig en heel vertrouwend eigenlijk. Heel vertrouwd aan de mensen om zich heen, zeg maar. En, en ja, wat dat betreft heb ik ook wel het idee dat ze heel veel van haar vader ook weg heeft. Van, kijk, de pa heeft natuurlijk ook 20 jaar lang dezelfde band gehad. Ja, dat klopt. En altijd hetzelfde team om zich heen gehad en zo. En ik heb wel het idee dat zij dat... Dat ook wel wil gaan oppakken. Ja, ja, precies. Ja, nee, ja, goed, ze zingt al wel een tijdje, maar nu met haar eigen werk en haar eigen plan... Denk dat ze er wel voor ogen heeft, ja, zeker. Ja, ja, nee, dat is ook zo. Maar ja, het eerste zit er al op. Je bent huisband. Ja, maar ja, dat was ongelooflijk. Ja, een half jaar geleden, wat ik al zei, ze hebben gevraagd. En toen kwam ook al die eerste single uit. Ik was toch je meisje. Mm-hmm. En ja, toen mochten we eigenlijk ook al mee naar de radioshows en zo. Naar Radio 2 zijn we geweest. En 538 en ja. Bij Giel en nog een heleboel andere dingen en zo. Ja. Dus dat was eigenlijk ook al een soort kennismaking en als zijn auditie eigenlijk, denk ik. Dus tenminste, zo heb ik dat gezien. Van, ja, laat het nou maar gewoon zien dat het kan. En dan, we beloven sowieso al dat er aan het einde van het jaar iets moois gaat gebeuren. Dus als het goed gaat, dan blijf je er lekker bij. En dat is eigenlijk allemaal goed gegaan met iedereen. En het klikt ook, weet je wel. Want je zit toch vaak bij elkaar op de lip. Als je dan met je begeleidingsbassist... ligt de knokken iedere dag, dan denk ik dat er ook zo uit ligt. Dat denk ik ook wel, ja. Ja, maar ja, precies, ja, kijk, dat klikt eigenlijk al wel goed, ja, ja, zeker. Oh, dat is hartstikke goed. En ja, we gaan ook een clubtour doen. Oh, kijk. Tenminste, ja, nou huisband van de wereld draait door. En ja, wat hun doel is eigenlijk ook was om na de release, in ieder geval als het allemaal goed in de smaak valt, dan gaan we gelijk op tour. Ja. Dus we gaan patronaat gaan we doen in Haarlem en in Groningen en de Mes in Breda. En, we doen in totaal 11 shows eigenlijk. 11 shows? En, ja, 11. Oh. Ja, 11 grote zalen. Dus dat is ook wel heel gunstig. Mm-hmm. Het is natuurlijk altijd nog kijken of het te druk wordt. En weet je wel. Maar ja, het ziet er nou wel goed naar uit eigenlijk. Maar dan heel iets anders. Heb je dan nog wel tijd voor de Fikken? Ja, 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 ja. Ik schrok al. De Fikken. Doe dat nog eens. De Fikken! Zakker. dat lijkt wel een stem op onze cd. Ja. Het bijna. Hoe gaat die ook alweer? Zo, ook zo, toch? De Fikken! Ja. Ja, zoiets. Ja. Oh ja, ja, ja. Nee, maar wacht, of ik daar een tijd had. Ja, ja. Tuurlijk. Nou ja, dat is echt niet iets waar ik zomaar mee stop of zo. Dat moet je ook niet doen, hè? Nee, kijk, ja, tenminste, ik denk altijd als je gewoon eerlijk naar elkaar bent, naar al je collega's eigenlijk, en vrienden natuurlijk. En fans. Is echt een grote vriendenploeg eigenlijk. Werd dan heel toevallig 35 keer per jaar met elkaar op pad gehad, dus... Ja. In die zin begrijpen ze ook wel dat dit wel. Dat je het wel moet aanpakken. Ja, precies. En niet zomaar met één hand, maar wel met beide handen. Ja. En ja, als je dan eerlijk bent naar elkaar, van goh, ja, dan kan ik niet. En ja, ik moet het dan toch zo voor laten gaan, of dit of dat. Ja, dan ik denk dat zolang je eerlijk blijft, dan duurt het wel het langst. Dan duurt het wel het langst, ja. Nou ja, dan bij deze afgesproken binnenkort staan jullie hier met de Bongo Band en Roxanne Hazes. Bij deze afgesproken, ja. Ja, ja, ga jij regelen? Dat ga ik regelen, ja, dat is goed. Dan spreek je over 1 minuut. Toppie! Nou ja,
gekikt, maar kijk maar wat er gebeurt. Volgende vraag. Nee, hartstikke leuk. Nee, wij vinden natuurlijk van heel de gemeente Geert-Ruidenberg, rond de Raamstrongsfeer, weet ik het allemaal, alle omgeving. En wij vinden het hartstikke leuk voor jou, joh. Ik ben er zelf ook natuurlijk heel blij mee. Ik vind het ook mooi dat we zo onze gemeente een beetje zo kunnen vertegenwoordigen, toch? Mm-hmm. Nee, dat is één ding van zekers. Ik bedoel, dan laten wij je ook weer eens een keer zien. Weet je wel? Hij is ook nog. Ja, precies. Ja. Nou ja, het gaat in principe niet per se daarom natuurlijk. Het is altijd goede promotie om een keer met je kop op tv, met je hobby te staan, zeg maar. Om het even te zeggen. Ja, het blijft wel hobby, hè? Ja, zeker. Ja, toch. Ja, toch ergens wel. Ja, goed. Ja. Ja, daar is allemaal mee begonnen. En als je het niet als hobby blijft zien en als je het ook niet leuk meer vindt, dan moet je er wel mee stoppen, denk ik. Ja. Want dan gaat het toch iets fout, denk ik. Dan gaat het toch iets fout, ja. Dan gaat het binnen de kortste keren toch fout. Dus, Dat gaat het niet. Het is echt het mooiste wat er is, muziek. Het mooiste wat er is. En dat kan jij wel beamen, denk ik. Ik ken het hoogste zeker wel. Maar het maakt niet uit wat ik draai als het maar muziek is. Daarom, joh. Van veel naar achter, maakt niet uit. Daarom. Nee, Jens, wij gaan elkaar sowieso zien, spreken en horen. Sowieso. En, heel snel. Ja, ik zou zeggen, doe ze de groetjes. Zal ik doen, van Mr. Benny. Ga ik doen. Is goed, jongen. Hé, hey, bedankt, okay. Hè. Hé, hey, fijne uitzending. Joe, bedankt. Bye-bye. In mijn bloed, Roxanne Hazes. Woehoe.